Vandaag zijn we weer aangekomen in het prachtige Zuidlaren. Vorig jaar hebben we hier meegedaan met de Zuidlaren Marktloop. En dat gaan we dit jaar ook weer doen. Vorig jaar hebben we de 5 kilometer gelopen. Dat was één rondje. En dit jaar gaan we de 10 kilometer lopen. Twee rondjes. Ik ga nu even op zoek naar de start en het startnummer. En jullie zien me zo weer. Nou, we hebben de plek gevonden waar we het startnummer op moeten halen. We gaan eens even kijken welk nummer we hebben. We hebben een startnummer binnen, nummertje 912 is het geworden. Wij gaan hem eens even bevestigen. Drukker en drukker. Ik heb er heel veel zin in. Het zijn twee rondjes van 5 kilometer. En we gaan hier heerlijk van genieten. Net als vorig jaar. Nou, we hebben hier nog meer vloggers voor YouTube. Want de camera's op het hoofd. Wordt hartstikke populair, geloof ik. Zet hem op, Rosso. We gaan ons best doen. Jongens, geniet van deze video. Ik zie jullie bij de eerste pitstop wel. Heel veel succes aan de dieren, heel veel plezier vandaag. En mooie shirts van Aquilo, geel-zwart. Helemaal fantastisch. En dan gaan we ook naar deze dames en heren kijken. Wie dus ook hier dan 5 of 10 kilometer gaan lopen. Succes! Heel veel plezier. En dames en heren. Achter de laatste. We'll be right back.
If you keep this up, then I'll let you in. Cause you have a way with me like no one else. Yeah, you almost make me fall in love. Yeah, you got me hypnotized under your spell. I know I'll go home with you tonight. Oh, wanna get you closer to my body. Wanna feel your hands all over me. Gonna make them jealous.
Waren ze er ook? De muzikanten uit Zuidlaren. We gaan ze eens eventjes beluisteren. Echt prachtig weer. Hartstikke leuk om te horen. En het mooie is dat ik nou de 10 kilometer doe. Dus we komen er nog een keer langs. Hey! En eens even kijken wat voor liedjes ze dan draaien. Jongens, wij gaan door. We hebben alweer bijna 3 kilometer gehad. Nog 7 te gaan. Tot de volgende pitstop. Jodel!
Jongens, wat een menigte hier die ons een beetje staat te applaudisseren. Het is drukte hier in Zuid-Laren. Het staat helemaal vol aan de kant. Het is een behoorlijke populaire run hier. Ja, dus dat is hartstikke leuk. En een orkestje. Ah jongens, wat wil je nog meer? Wij gaan nog even vrolijk verder en wij spreken elkaar zo wel weer.
Vorig jaar was dit de finish al, maar wij hebben besloten om er twee rondjes te gaan doen dit keer. Dus ja, we moeten nog een rondje en we komen nu de finish over. Maar ja, het klokje kunnen we nog niet uitzetten, want we moeten nog even vijf. Heerlijk. En ik zie daar, waar gaat verderop, hier? Is daar Holsema, die is daar. Nou, finish in 29 minuten. Daar, dat ging hartstikke leuk. Voor de ah, kijk, daar heb je mijn lieve ouders. Die supporten mij al vaker. En ja, dat is hartstikke lief. Nou, wij gaan even door voor de laatste 5 kilometer. En jongens, even niet vergeten, even subscriben. Like deze video. Druk op het belletje en laat een comment achter. En dan word ik weer hartstikke vrolijk. Jongens, tot de volgende pitstop. Yo!
Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there, pretending to cry. You on repeat, you can't see shit cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. It's just another sign. Not growing up, you're growing old. Your life keep passing by. Dit is even een mooi moment voor een drankje. Ha, heerlijk. Mag ik een bekertje water? Bedankt. Nou, heerlijk. Kunnen we even genieten van een lekkere versnapering. En zoals altijd ben ik ook benieuwd wat ze aan het eind voor een versnapering langs brengen. Want wij gaan natuurlijk weer genieten aan het eind van een heerlijk traditioneel speciaal biertje. Oeh. Oh, heerlijk. De bril beslaat me ervan. Nou, neem nog even een slokje. En dan gaan we weer even richting de muzikanten. En dan gaan we daar nog even genieten van een beetje muziek. En dan aan één streep door naar de finish. Ik heb nog steeds Berend niet gezien. Geen idee waar Berend is. Botje heb ik het dan over, hè? Die ging varen naar Zuid-Laren. Haha, wat een grap. Nou jongens, tot de volgende pitstop. En dat zal waarschijnlijk even bij een stukje muziek zijn. Jodel!
dan zijn we alweer bij de heerlijke country rock and roll band van Zuidlaren, The Wire. Like the honey. Nou, die hebben ook wat bekendheid genoten. Abrazos Running Channel. En wij gaan nu richting de finish. We hoeven nog maar 2 kilometer. En dan is dit grapje alweer gebeurd. De Zuidlaren Marktrun. En je merkt wel dat het echt herfstig weer is. Want als je de hele video hebt bekeken, zie je al aardig wat bladeren van de bomen afdonderen. Nou, jongens. Ik zeg tot aan de finish, tot zo en geniet nog maar even van deze laatste 2 kilometer. Yo! Thank you.
crazy when I shut my feelings down. You look at me like I'm different. Still, you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still, they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.
Nou, we zijn er bijna. Nog een paar honderd meter. Ja, nog een paar honderd metertjes te gaan. En we hebben hem weer gehaald. De Zuidlaren Marktloop 2022. Jongens, bijna. Ik zie de finish al. Binnen een uur ook nog. Heerlijk. Oh, wat een genot. 59 minuten. Mijn loosje zegt 58. En dan gaan we. Yes! Woe! En we zijn de finish over. Heerlijk. Oh. En ik ga dan ook per direct richting de afsluiting. Ik ben gesloopt. Yo! Nou, dat was hem weer. De Zuidlaren Marktloop 2022. De tweede keer dat ik deze run doe. Maar nu twee rondjes. Twee keer de muzikanten gezien. Twee keer over de finish. Hartstikke lekker. Ik heb ook heerlijk gelopen. Het is een lekker herfstsfeertje, dus het lopen gaat ook wat makkelijker dan in de zomer. Jongens, vergeet even niet. Eventjes abonneren, subscriben, like deze video, druk even op het belletje en laat even een berichtje achter. En daar word ik hartstikke vrolijk van. Nou, wij gaan zo weer richting huis. En wij gaan volgende week richting Delft. Ja, we zoeken het wel op. Dat is weer 2,5 uur rijden voor Jampie. Dan gaan wij de KLM Urban Trail doen. En dit is de één na laatste. We hebben Delft nog. En in december, in de kou, gaan wij ook nog naar Eindhoven. Ik geloof dat na de KLM run in Delft gaan wij meedoen, die week daarop, aan de diepe helloop. Ja, dat klinkt niet veelbelovend, want precies die week daarna hebben wij de grootste loop van het kanaal. Dat is de halve marathon, de berenloop op Terschelling. Ik ga er nog even flink voor trainen. Maar wat we nu even gaan doen, is een heerlijk pilsje pakken. We gaan eens even kijken wat voor speciaal biertje er vandaag mee is genomen. En dit is geworden van Brouwerij Het Ei, het Eibok. Zoals je ziet, ja ja, deze is alweer 6,5% vol. Onverwacht krachtig, robuust en donker. Ons robuuste bokbier dat we elk jaar voor de herfst brouwen, kijk dat is heel handig, want het is nou eenmaal herfst. Heeft een mooie lichtbruine schuimkraag en zit vol donkere aroma's. Nou, laten wij maar eens even genieten van die heerlijke donkere aroma's. Daar gaat hij, jongens. Een matig klopje. Wij gaan er even van genieten en we gaan jullie even laten weten hoe die smaakt. Ze hebben het goed met me voor de laatste tijd, want het is ook weer een lekker biertje. Hij is een beetje tikkeltje zwaar. Het heeft een klein beetje een soort Guinness smaak, als jullie dat pilsje kennen. Het is gewoon een lekker donker biertje. Ietsje zwaar, maar wel lekker koud. Want er zat weer een ijspakketje bij in. Dat hebben ze mooi voor mij geregeld. Jongens, ik zou zeggen, wij zien elkaar volgende week weer. En geniet van het weekend, geniet van de week. En geniet van het leven. Proost!